Welkom bij City Skylines. Het is een, we gaan beginnen aan een nieuwe serie. Ik weet dat dit spel inmiddels al een jaar uit is, maar ik heb het eigenlijk heel weinig gespeeld, ondanks dat ik het zelf gepreorderd heb. Ik heb het een klein beetje gespeeld op mijn tweede kanaal, maar die serie is nooit echt heel ver gekomen. Ik ben de laatste tijd weer een beetje aangetrokken door dit spel, door Let's Plays op YouTube en dat soort dingen. En ik dacht, ja, ik moet het ook weer gaan spelen. Ik heb het denk ik in totaal maar 8 uur gespeeld. Dus echt heel weinig. Dus we wachten ook niet. Ik ga een hele let's play doen over deze zomer. Tijdens deze zomer. Ik zie dit een beetje als mijn summer game. Waar ik natuurlijk in de zomer wat meer tijd heb om dit soort games die veel tijd kosten, om die te spelen. Dus... ja, vorig jaar was dat Europa Universalis, denk ik. En dat heb ik in totaal ongeveer 10 uur gespeeld. En dat was in de laatste 2 dagen van de vakantie. Dus ja, yeah, wie weet hoe ver we hiermee komen. Maar laten we beginnen. We zitten op een custom map. Dit is trouwens de 100ste keer dat ik het probeer, dat ik deze recording probeer te starten. Maar het spel crasht continu. Maar ik neem aan, zolang ik niks verander in de settings, dat het nu gewoon perfect zou moeten zijn. En ja, het heeft me een tijd gekost om alle mods werkende te krijgen. Ik ben inmiddels 1,5 uur bezig met dit spel. Met eerst dingen uit de workshop halen. Waaronder maps, mods, assets. En daarna... bijna een uur bezig om het spel spelende te krijgen, omdat het steeds crashte. En nu ben ik ook al een paar keer bezig om het daadwerkelijk op te nemen. Maar we kunnen beginnen. We zitten dus, zoals ik al zei, op een custom map mod. Ik weet niet meer exact hoe die heet. Hoe heet die nou? Oh ja, iets van Heaven's Gate of zo. Volgens mij heet die zo. Dus ja, het ziet er best wel cool uit. Je ziet, we beginnen best wel met een heel vlak gebied. Alleen hier een beetje bergjes. Maar daar gaan we in het begin zeker geen gebruik van maken. Maar je ziet dat de omgeving best wel, ja, best wel nice is. Vooral hier. Dit lijkt me echt cool. Om hier zo'n stadje tussen die bergen te hebben. Hier misschien nog wat luxere huisjes op de bergen. Dat lijkt me best wel cool. Ik denk sowieso dat de... het belangrijkste gedeelte van de stad, dat zich hier bevindt, een beetje rondom deze rivier. En dat betekent, want daar moeten we nu natuurlijk al een beetje over nadenken, waar gaan we de industrie plaatsen. Het is een beetje, deze snelweg loopt een beetje irritant. Wauw, je moet hier die brug over en dan moet je helemaal zo. Oké, kunnen we niet gewoon een kortere weg hier maken? Maar dat is ten eerste, dat is buiten ons gebied. Dus daar gaan we ons nu nog niet druk over maken. Maar laten we beginnen. Afleveringen zullen ongeveer een uur duren en waarschijnlijk 1 à 2 keer per week geüpload worden. Maar ik kijk er naar uit. Ik heb er zin in. Maar zoals ik al zei, verwacht geen hoogstaande dingetjes. Oh, dit is altijd zo irritant. Ik heb trouwens behoorlijk wat mods. Je ziet hier al bijvoorbeeld de City Vitals. Daar kan je makkelijk zien waar je tekort aan hebt bijvoorbeeld in je city. Bijvoorbeeld te weinig elektriciteit. Hoef je niet al die kaarten door te spitten. Elevation Step, dat is geen mod. Traffic Lights, dat is wel een mod. Stoplichten kunnen, zeg maar, het verkeer heel erg... ja, heel erg langzaam maken. En dus soms is het handig om op een kruising stoplichten uit te zetten. Om het verkeer gewoon wat sneller te laten gaan. Dit is ook een handige mod. Hiermee kan je door de pijltjes zien welke kant het verkeer op gaat. Dat is vooral handig als je met eenrichtingsverkeer bezig bent. Maar kan het een beetje onoverzichtelijk worden. Voor de rest heb ik natuurlijk heel veel assets. Ik heb andere mods zoals Automatic, Bulldoze. En volgens mij, ik heb ook first person camera, denk ik. Dit is de zit. Nee, dit zijn de kaartjes. Oké.
Wat is dit? Dat zijn de City Vitals. Ja, ik heb ook Traffic Mod. Ah, dit is de first person camera. Dus als we op tab drukken. Als het goed is. Als we op tab drukken. Oké, misschien niet. Waarom werkt het niet? Oké, het werkt op dit moment niet. Maar ik ga me daar nu niet al te druk over maken. Want laten we maar gewoon beginnen met deze stap bouwen. Het irritante is dus een beetje dat je in het begin bepaalde dingen niet kan doen. Dus, wat is dit trouwens? Oké, dat is gewoon de pauzeknop. Alright, I get it. Dus ja. Oh, je moet sowieso eerst een road maken. Oké, dus. Dit is eigenlijk het belangrijkste deel. Ik kan niet eens op de kaart kijken. Je moet een weg neerleggen. Het slaat nergens op. Maar oké. Laten we dan gewoon beginnen met zo'n weg. Dat gaan we sowieso zo meteen upgraden. Oké, we kunnen nu een paar kaarten bekijken. Elektriciteit. Dat betekent ook niks. Water, oké. De stroming gaat die kant op. Dus ik denk eraan om het industriegedeelte hier te bouwen. Hier aan het water. En misschien later hier aan de overkant. Want daar is de delta. Volgens mij kunnen we daar ook niet meer een stuk land kopen. Dus in ieder geval dan stroomt de viezigheid die kant op. Dat is een beetje het idee. Tenminste, als ze heel veel viezigheid creëren. Maakt niet uit. Dit lijkt me de beste plek om de industrie te doen. En dan hier echt de huizen, zeg maar. En de offices en dat soort dingen. Wind is wel handig. Oeh, oké. We kunnen werkelijk overal bijna windmolens plaatsen. Dat is positief. Traffic, we hebben natuurlijk nog amper traffic. Oké, maar nu hebben we in ieder geval een beetje de basisdingen hebben we door. Ik denk dat ik deze weg meteen weer ga vernietigen. Want het slaat absoluut nergens op. Here we go. Ja. Wat gaan we hier doen? Ik ben altijd wel van de rotondes. Die zijn wel nice. Ik heb heel veel dingen hier. Maar zoals je kan zien, die zijn bijna allemaal unlocked. Dus ja, dat komt later. Maar laten we beginnen met een simpele rotonde. Als we hem een beetje kunnen draaien. Niet de camera draaien. Hoe gaan we dat doen? Nope. Oké, die rotonde staat er nu. Oh, dit gebeurde me ook zo vaak de vorige keer. Ik weet niet hoe duur deze rotonde was. Die boompjes kunnen we wel even laten staan. Dat is niet zo erg. Oké, 2500. Dat valt mee. Maar ik was dus een paar dagen geleden een soort van begin playthrough aan het maken. Om te kijken hoe het spel werkt en zo. En toen toen raakte ik meteen al mijn geld kwijt. Of tenminste, raakte ik bankrupt. Wat best wel een annoying was. Deze train roads hebben we op dit moment nog niet nodig. Oké, one-way streets. Een beetje een curve erin. Op zich. Oké, het begint nu al. Je moet over bepaalde dingen gewoon heel erg goed nadenken in dit spel. Even kijken. Ik denk dat ik zoiets wil. Het ziet er misschien niet fantastisch uit, maar it's okay. Is dit ongeveer hetzelfde? I don't even know. Ik heb in ieder geval geen Timmermans oog. Laten we het daarop houden.
Nope. Goddammit. Waarom kan je dingen gewoon niet automatisch symmetrisch laten maken? That's my question. Alright. Het kan ermee door. Voor nu. Dit is toch een begin. Het wordt alleen maar beter vanaf hier. Alright. Ik denk dat we als eerste ergens commerce moeten maken. Dus we moeten een soort van main street hebben. Dus als we... Dit doe ik altijd met rotondes. Dan maak ik die weggetjes kapot. We hebben tot nu toe alleen deze. Dus we kunnen... dat zo doen. Hier een main strip. Helemaal richting de rivier. Oh man, al die pop-ups in het begin. Irritant. Alright. Zoiets. Dus hier komt de commerce. En... Oh man, de rotonde ziet er zo mooi uit. It's beautiful. Oké, en dan... ik denk dat we gewoon beginnen met one ways. Aan het einde van deze weg een stuk die kant op, een stuk zo kan ik niet zien of het 90 graden is, een stuk die kant op en zo maken we het rondje weer compleet. Oké, okay, het is gewoon heel simpel in het begin. Het wordt vanzelf wel. Wanneer ik weer iets bekender word met het spel, wordt het vanzelf wel ietsjes mooier. Maar voor nu. Het is gewoon om een beginnetje te maken. Oké. Okay. Dus. Economy panel, daar hebben we op dit moment ook nog niks aan. We moeten wel oppassen met het geld, want zoals ik al zei de vorige keer raakte ik meteen bankrupt. Gelukkig kreeg ik toen wel wat geld, dus dat scheelde, maar het is handig om dat nu te voorkomen. Dus laten we, voordat we iets gaan doen, een water pumping station doen, maken. Ik denk hier, op de rand. Ik doe er meteen twee. Alhoewel, de vorige keer was dat best wel nodig. Dus ik laat er bij één. Dit is een beetje irritant. Oké, okay, ik kan hem hier neerzetten. That's fine. Wat hebben we nog meer nodig? Natuurlijk de pijpleidingen. Die de boel connecten. Alright, prachtig. Kan ik precies niet alles coveren. Het ziet zo mooi uit. Oké, okay, coal power plant kunnen we doen. Of... Het probleem is natuurlijk dat dat heel veel... Ten eerste is de upkeep behoorlijk hoog. Nou, dat valt wel mee. Kunnen we met een coal power plant beginnen? Waarom ook niet? Dat moet ik dan wel even op een ander weggetje doen. Oké, okay, dus er gaat een weggetje zo. Deze kant op. En dan gaat die deze kant op. En dan komt daar de coal power plant. There you go. Helemaal aan de rand. Kijk, normaal zou ik gewoon beginnen met een paar windmolens, omdat die veel goedkoper zijn, maar ik wil, weet je, gewoon, soms moet je op een andere manier beginnen. Dus, ik, oh ja, we moeten zonen.
Ik ga in het begin zoveel dingen vergeten. Maar het wordt beter, denk ik. Hoop ik. Oké, we beginnen met dit. In ieder geval, alhoewel. Wacht eens even. Die zone, dat doe je met deze. Ja. Als we dit gaan, die zone. Voor nu, en dan maken we daar commerce van. There we go. Alright, er zou nu iets moeten gaan gebeuren. Hier kunnen we dus een of andere industriële zone mee maken. Dus op zich zal het niet zo heel groot worden, dus we hebben echt geen one-ways nodig. Dat lijkt me totaal niet nodig. Oh man, dan gaan die powerlines weer weg. Oké. Okay. Ja, voor nu is het wel goed. Voor nu is het wel oké. We kunnen hier overheen en dan kunnen we hier verder gaan met het industriële gebied. Maar in het begin hebben we dat zeker nog niet nodig. En laten we niet al ons geld meteen daaraan uitbesteden. Right. En nu is het even afwachten tot de eerste mensen binnenkomen en de eerste huizen worden gebouwd. Oh ja, we moeten die powerlines weer bouwen. Dit is zo annoying. Are you kidding me? Waarom kan ik deze twee dingen niet connecten? Ik ga daarheen. Oké, there we go. Is er nog iets wat ik moet doen? Ja. We kunnen in het begin denk ik een beetje geld sparen. Tenminste. Niet zoveel uitgeven. Dat hebben we in het begin nog niet nodig. Laten we kijken naar deze huisjes. Volgens mij is de Europeaans is dat het standaard thema van deze map. Dus het zouden een beetje Europeaanse huizen moeten zijn, zoals dit. Europeaanse? Europese. Wauw. That's weird. Oké, water. Waarom hebben jullie geen water? Oh ja. Ja. Waarom zegt niemand dat ook, hè? Niemand van jullie zegt dat ik dit moet doen. Alright. We komen er wel. Dit wordt wel een grap. Ik denk dat ik hier een mooie. Oh, Statue of Liberty op dit eilandje. Dat zou geweldig zijn. Zo, of zoiets. Een of ander monument. Dat zou cool zijn. En dan, zeg maar. Ik denk vooral hier, dit gedeelte. Veel hoge gebouwen. Dit is allemaal, zeg maar, beginfase. Dus hebben we nog niet echt hoge gebouwen. Ik ben niet zo'n fan om alles, zeg maar, te destroyen, te vernietigen. Omdat, ik bedoel, dit hoort gewoon bij deze stad. En het is niet zo dat ik op een gegeven moment alles ga vernietigen. Natuurlijk wel dingen upgraden of zo, maar niet. Want ik wil de stad zien groeien, zeg maar. En aan het einde van het spel nog kunnen zeggen van, kijk, hier zijn we begonnen en dat zie je. Dat zie je hier en hier aan. Dat zie je bijvoorbeeld aan die lelijke rotonde. Dat vind ik leuk. We verliezen trouwens aardig wat geld. Ja, het valt mee. Het is niet zo erg als de vorige keer. Oh ja, het wordt donker in dit spel, hè? Ik heb geen mod om dat te voorkomen. Bij 420 krijgen we onze eerste, zeg maar, milestone. Terwijl mensen vragen naar water. Ik weet niet waarom eigenlijk. Oh, omdat er geen power is. Toch wel handig dat dit spel bepaalde dingen best wel duidelijk aangeeft.
Nou, it should be fine. Waarschijnlijk kunnen we een paar powerlines ook vernietigen. There we go. Kunnen ook deze. Volgens mij krijgen we er geen geld voor terug, maar het ziet er in ieder geval wat beter uit. Ik heb trouwens voor de rest volgens mij geen DLC geïnstalleerd. Oh, kijk, de McDonald's. Haha, nice. Dat is een van de mods die ik heb. Ook een Shell station. Sewage, die heeft zeker ook geen power. Ja, ik voelde hem al aankomen. Oké, dit zijn allemaal dingen die ik gewoon nu niet helemaal door heb. Tenminste, niet meteen. Maar dat komt vanzelf wel. Dat komt wel goed. Alright. Even kijken of die first person camera nou werkt. Is er ergens een auto? Nee, het is echt. Oké. Okay. There we go. Het is een beetje buggy. Ik vind dit echt een geweldige mod. I love it. Je ziet daar de maan. Ik ga wel een mod voor de volgende keer installeren. Dat het alleen maar. Of dat ik het zelf kan veranderen, de tijd. Omdat. Ja. Zo is het ook een beetje lastig met bouwen, natuurlijk. We maken winst. Terwijl we 2000 euro hebben. Het is niet echt euro, maar ik noem het gewoon euro. Ook omdat dit een Europees thema is. En het lijkt gewoon op het euroteken. Alright, wat kunnen we voor de rest doen? Ah, wat zielig dit. Alright. There we go. Ik denk dat het wel oké gaat nu. We hebben niet echt vraag naar iets, dus... Ja, dan hoeven we ook niks te bouwen, dat scheelt. Dat komt vanzelf alweer. Maar we maken in ieder geval winst nu. Which is pretty nice. En we zijn bijna op 420 mensen elk moment. En dan krijgen we dus onze eerste upgrade. Tenminste, ja, dan kunnen we nieuwe dingen doen. Little Hamlet, hier is hij dus. Texas, we kunnen een... dus we kunnen belastingen innen. We kunnen leningen nemen. Lening nemen. Is dat Nederlands? I don't know. We kunnen afval. Of tenminste, dit is nieuw services. Maar dat betekent dat het ook nu pas een factor wordt in het spel. Dus het is eigenlijk wel wat... Het wordt steeds wat lastiger, zeg maar. Maar we hebben dus afval. Healthcare. En educatie. Onderwijs. Dus dat betekent omdat we die dingen moeten gaan bouwen eigenlijk. Vraag is of we daar genoeg geld voor hebben. We hebben 20.000 gekregen. Ik ga een lening nemen van 20.000. Leningen in dit spel zijn best wel handig. Het zijn meestal wel... daar kan je wel wat mee. Tenminste, dat verdien je redelijk makkelijk terug. Dat is het idee. Garbage gaat natuurlijk hier ergens. Toe. Hadden we die powerline nog nodig? Nee, oké. That's fine. Oké, verder nog iets. Healthcare. Een kleine clinic. Medical clinic. Is dit een... we kunnen een pharmacy. Ja, laten we beginnen met de pharmacy. Hoe duur is het? Best wel goedkoop. It's fine. Laten we gewoon een pharmacy doen op de strip. De main strip. Op dit moment. En een school. Dit is wel
Zeker een mod. Of we kunnen een normale elementary school. Ik vind deze wel oké. Het is een beetje apart. Vraag is alleen, waar gaan we hem plaatsen? Ik denk hier. Dit is gewoon de beste plek waarschijnlijk. Het probleem is natuurlijk van mijn one-way system die ik zo meteen wel ga aanpassen. Ja, misschien kan ik hem gewoon het beste ook op de strip zetten. Ja, sowieso. Hier op de hoek. Dat is het beste. Even kijken hoe die eruit ziet. Naast de McDonald's. Ja, tuurlijk. Zo. Dat gebeurt in het echt ook best wel vaak. Dat er een soort van snackbar naast de school zit. Anyway, goede opvoeding. Goede opvoeding is het halve werk. Ik vind het niet leuk dat het steeds donker wordt. Ik vind het mooi om te zien, maar het is niet echt praktisch. Er is een klein beetje vraag naar residential, dus laten we dat zo doen. We hebben 25.000 euro over op dit moment. Laten we even kijken naar de city vitals. Elektriciteit. Ik denk dat we daar gewoon budget wat op gaan schroeven. Water is nog altijd prima, dus laten we dit gewoon op normaal zetten. De taxes kunnen wel iets omhoog, denk ik, naar 11. Want we maken nu een klein beetje verlies. Maar als we de taxes wat hoger doen, dan maken we denk ik weer winst. Dan hebben we nog meer sewage, is goed. Landfill, is geen probleem. Employment percentage, wauw, dat is best wel hoog. Voor een beginnend stadje. Alright, het is... Oké. Okay. Oh nee, ik ga naar de options. Dit is eng. Use day night cycle. Nope. There we go. Okay. That's fine. En als we het 's nachts willen zien, dan zet ik dat gewoon even aan. Alright. Laten we deze auto eens volgen. Rename districts. Het is best wel cool die bergen. Dit spel ziet er zo mooi uit. Af en toe heeft het wat grafische glitches, maar over het algemeen is het gewoon. Ziet het er super cool uit. I like it. Oké. Hoe komen we weer terug? Tap doet echt helemaal niks. Oké. Okay. Dit werkt. Ik weet niet waarom ik er niet uitkwam. Oh, misschien. Ja. Oké. Okay. Misschien kan je daarop klikken. Ik ga een andere knop hierop aanzetten, want dit doet echt helemaal niks. Right, doet hij het nu? Het doet gewoon niks. Die hotkey. Alright. Nee, niet die. Die wilde ik niet aanklikken. Deze. We hebben nog steeds geen vraag. Wanneer is de volgende milestone? Dat is bij 850. Redelijk snel. Nog niet echt veel vervuiling. Dit gaat ook wel goed. Heel klein industrieel gebied.
Oh ja, ik ging even kijken naar de one-way system. Want dat kan best wel ingewikkeld zijn. Want je komt er dus altijd hierin. En als je bijvoorbeeld hier woont en je wil hier naartoe, dan moet je helemaal zo rijden. Dus dat is altijd een beetje onhandig. Dus we gaan wat wegen omdraaien. Volgens mij kan dat best wel makkelijk door. Volgens mij met de rechter muisklik. In ieder geval, wat willen we hier? Ik denk deze de andere kant op. En die de andere kant op. Nee, ik denk dat dat niet zo belangrijk is. Ik denk dat het zo goed is. Even denken, ik moet altijd nadenken hierover. Ja, ik denk dat dit oké is. We zien vanzelf wel als het tot problemen leidt. Wat mij best wel cool lijkt is om. We kunnen ook gewoon één exit maken. Alhoewel, nee, ik laat het zo. Voor nu. We kunnen het altijd veranderen. We hebben nog steeds heel weinig vraag. Dit is trouwens, als je hier een huis gaat neerzetten, dat wordt best wel interessant. Kunnen we misschien wel powerlines weghalen? Nee. Right. Er is niks te doen. Dus laten we het gewoon doorspoelen. Mensen stromen langzaam binnen. We zitten boven de 700. Kijk, er wordt hier een huis of een winkel gebouwd. Marketplace. En weer een McDonald's. Tuurlijk, twee McDonald's in één straat. Waarom ook niet? Oké, er is een beetje vraag naar woningen. Niet superveel. Nou, nu het begint het aardig toe te nemen. Laten we dit zone ongeveer vanaf hier tot daar. Ja, we zitten inderdaad. We zijn nu een worthy village. We kunnen in ieder geval een nieuwe area kopen. We kunnen districten maken, policies. Een tweede lening nemen, altijd fijn. District specializations. Oké. Maar dit is het belangrijkste. Fire department, police department, unique buildings. We kunnen specialiseren in bepaalde industrie. Ja, nieuwe policies. En ja, oké. Het belangrijkste is dus dat we nu een fire station hebben en een police station. Even kijken of ik speciale mods heb. Wat is dit? Een cemetery. Waarom zit dat bij? Oh, dit is healthcare natuurlijk. Gaan er al mensen dood? Ik denk het wel eigenlijk. Wauw, dit is wel een enorm ding. That is pretty big. Oké, laten we zo'n. Ik heb een idee. En nou, ik ken niet zo'n weggetje. Gewoon zo'n weggetje. Dat een beetje twisty is. En daar dan de cemetery. In ieder geval voor nu, we kunnen het altijd verplaatsen, maar. Oké, de weg moet. Wow. Oké, dat ding is veel te duur. Wat stond daar? 35.000? You kidding me? Oké, kunnen we hem. Weet je wat, we nemen wel een kleinere. Oh nee, het zit nog niet in het spel. Dat is gewoon een mod die al is unlocked.
Maar als het in het spel komt, dan kunnen we het daar plaatsen, hier. Wat willen we verder nog doen? We kunnen hier een district van maken. Even kijken. Ik denk gewoon zo. Here we go. Autumn Heights. De naam maakt me niet zoveel uit. Dit kan een generic industry worden. Oh, dit. Oké. Je moet eerst het. De zonne tekenen. Wauw. Ik schat eruit. Dit is net zoals mijn echte schilderijen. Oké. En dan kunnen we generic industrie van maken. Toch? Is een beetje weird. Nee. Waarom kan ik hier geen industrie van maken? Gewoon generic industrie. I don't know. That's a bit odd. Ik kan ook geen districten. Ik kan ook niks tekenen. That's weird. Oké, in ieder geval. Er is meer vraag naar naar woningen. Wat een beetje raar is, want er is daar toch genoeg ruimte om een woning te bouwen. Maar oké, we luisteren maar gewoon naar de mensen. Whatever you want. All right. Ja, dus we hebben een fire department nodig. Dit is een mod. Oeh, het is best wel duur. Ik bedoel, het ziet er best wel cool uit. En het heeft grote coverage, maar het is ook heel erg duur. Ik denk dat we twee fire stations nodig hebben trouwens. Zetten de een hier neer en een hier neer. Politie. Oké. Oh, wacht. Ik wil hem eigenlijk naast de school hebben. Volgens mij kan je hem relocaten. Alright. Oké, dus de politiestation ziet er zo uit. En fire department met zo'n enorme toren. Die ziet er zo uit. Oké, we kunnen weer verder. We maken winst. Dus dat is goed. Hoe zitten we met wow, employment percentage 96%. Dat is nice. Tot nu toe hebben we een goed stadje eigenlijk. Het functioneert goed. Ik bedoel, het is heel kleinschalig. Ik moet zeggen, het gaat niet super snel, maar het werkt goed. En dat is belangrijk. Mensen hebben het naar hun zin. Volgende milestone is. Okay, dat zijn de unique buildings. Daar hoeven we in het begin nog geen zorgen over te maken. 1300. En dan het belangrijkste wat we kunnen. Oh wauw.
Canals. Dat gaan we zeker een keer doen, maar ik denk niet in het begin. Want ik neem aan dat canals best wel heel veel geld kosten. Electricity. Oei, oei, oei. Gaat naar beneden. We hebben toch best wel een behoorlijke bron van electricity. Anders moeten we toch zo'n windmolen neerzetten. Ik wacht eigenlijk op deze. We hebben 2200 mensen voor nodig. Maar die kunnen we echt bijna overal neerzetten in het water. Dus dat is best wel amazing als we die gewoon hier kunnen neerzetten. Maar we gaan het zien. Vooralsnog zitten we best wel goed met energie. Wauw, we zijn inmiddels al 40 minuten bezig met deze video. We hebben nog niet zo super veel, maar we komen er wel. Er is een enorme vraag weer naar residential. Oké, laten we dit district dan uitbreiden. Eigenlijk. Oké, wat ik denk. Ah, we kunnen nog geen one-ways. Wat een beetje irritant is. Zal ik dit upgraden? Ik denk het wel. Ik denk dat het belangrijk is. Natuurlijk, er worden nu wat huizen verwoest. Dat snap ik allemaal. Dat is nooit leuk. Maar ik denk dat het belangrijk is voor later. Ik denk dat de rest kunnen we gewoon zo laten. Ja. De rest kunnen we zo laten. We maken gewoon deze weg nog wat langer. Zoiets. Dan gaan we weer met de one-ways knoeien. Amen. Alright. Die kan weg en dit kan de andere kant op. Nee, dat was de verkeerde knop. Damn it. Oh man, ik probeer nog steeds dit spel te leren. Ik wilde alleen. Ik wil alleen de richting veranderen. Hoe doe je dat ook weer? Rechtermuisklik destroyed het. Dat wil ik niet. Oh, oké. Wat? Net destroyed een. Oké, het zal wel. I don't even care. Pam 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 pam. Oké, de one ways. Ik denk dat we het iets dichter bij elkaar gaan bouwen nu. Zodat we iets meer huizen kunnen neerzetten. Eentje naar beneden. Eentje naar boven. Dammit. Eentje naar boven. Ja, there we go. Ja, dit ziet er goed uit. Dan kunnen we dit hele gebied kunnen we groen maken. Dit ga ik die zone trouwens. Ik denk dat we hier nog wel wat commerce bij kunnen doen. Het probleem van commerce is wel dat
dat het volgens mij wat lawaai maakt. Dus dat kan een probleem zijn. Laten we eigenlijk naar de kaarten kijken om een beetje een beeld te krijgen van deze stad. City Vitals kan voor nu even uit. Power zit allemaal wel goed. Dit krijgt geen water. Hebben we een watertekort? Nee, het gaat gewoon precies langs hun deur. Oké. Garbage lijkt ook nog niet zo'n probleem. Omdat we nog niet zoveel mensen hebben. Healthcare. Oh ja, die mensen moeten natuurlijk ook gecoverd worden. We hebben trouwens echt geen geld meer over. De wind is goed. Traffic. Klein beetje hier. We kunnen die weg later upgraden. Dat is niet zo'n probleem. Noise pollution. Ja, je ziet een beetje hier dat rode. In de residential area. Dat is een beetje... Dat moet je een beetje proberen te voorkomen. Transport en natural resources. Oh, daar heb ik nog niet naar gekeken. We hebben hier olie. Best wel veel. We hebben voor de rest... Eigenlijk niet zo heel veel. We hebben een beetje forest, maar niet... Hier fertile land. Alright. Dat waren alle kaartjes op dit moment. Wel een beetje. We kunnen ook een beetje naar het zuiden uitbreiden eigenlijk. Misschien hier nog wat woningen aan het water. Als we geld zouden hebben. Als eerste denk ik dat we deze weg gaan upgraden. Right. Power. Ik denk dat dit het moment is dat we in de problemen komen. Oké. Ik snap het. Power. Er is niks aan de hand. Oh ja, pipelines. Deze mensen hebben dat natuurlijk nodig. Ik heb echt amper geld. Come on. Alright. Verder nog iets wat ik per se moet doen. Volgens mij klopt dit niet helemaal. Nee. Alright. Tiny Town. Kijk. Dus we hebben behoorlijk wat dingen unlocked. Waaronder een kanaal. Classic High School. Dat is best wel nice. En ja, vooral parken. Dus laten we meteen een park ergens neerzetten. Elementary School. Ik vond die... High school die ik op de kaart zag, vond ik best wel nice. Maar ik weet niet waar die is. Oké, maar we hebben sowieso een high school nodig. Alright. wat hebben we nog meer nodig?
Healthcare is wel oké. Okay. Dit doen we later. Dit doen we later. Hebben we nog niet echt nodig. En een park wilde ik. Die staan hierbij. Laten we gewoon een simpel dogpark ergens maken. Right, en hier nog. Kunnen we ook iets anders doen. Een park with trees. Wow, dat is best wel een behoorlijk ding. Er gaat een heel blok weg dan. Nou, we kunnen het hier. Waarom niet? Alright. Ah, we hebben wat demand. Dat is oké. Okay. We kunnen deze weg uitbreiden. Page up. Ik wil er een curve in. Page up. Page down. Bijna geen geld meer. Oh, ik denk dat ik dat iets te laag heb gemaakt nu. Damn it. Oké. Okay. Remove. Oké. Okay. Het lost het ook meteen op. That's fine. Page down. Oh, niet meer. Wow. What the hell? Oké, okay, there we go. Dat ziet er normaal uit. What the hell? Het is een beetje raar aan het doen nu. Oké. Okay. Vooruit. Ik denk meteen hier een weg die kant op. Als we geld hebben. Kom op. Oh, hij staat op pauze. Ja, dan komt het geld niet zo snel binnen. Oké, okay. Een heel klein beetje industrie hier. Like that. Oh, dit wil ik sowieso hier neerzetten. Op dit eilandje. Oh, zou het passen? Ah, wauw. Het moet aan een weg. Waarom? Waarom? Waarom moet het aan een weg? Damn it. Stom spel al. Rich quit. Oké, okay. Misschien is het binnenkort handig om gewoon een speciale afslag te maken hier. Voor dit industriële gedeelte. Maar voor nu is het wel oké. Okay. Het heeft natuurlijk water en power nodig. Power. Alright. Ik denk dat het wel oké okay gaat tot nu toe. Pretty nice. Oké, okay, dit zijn de volgende districten die we kunnen kopen. Ik denk dat we in eerste instantie voor deze gaan. Zodat we de industrie hier verder kunnen ontwikkelen.
En op zich is er hier genoeg plek om gewoon de stad zelf te ontwikkelen. Dus dat is wat ik op dit moment denk. Maar de map is trouwens wel geweldig. Alleen die brug ziet er een beetje raar uit. Een soort van vliegende brug. Maar het is al super hoog. Dat is wel cool. Ik denk gewoon dat het spel daar niet zo goed mee om kan gaan. It's alright. We hebben nog ongeveer 5 minuten. Laten we even de zones veranderen. Ook al doe ik op dit moment nog niks met de zones. Je moet ingedrukt houden. We hebben nog steeds geen begraafplaatsen trouwens. That's a bit weird. Oké, we nemen dit er sowieso ook nog bij. Hier komen waarschijnlijk ook ooit huizen. Het is een... Oh, oeps. Het is een grote buurt, maar ja. Wat doe je eraan? Ik bedoel, we kunnen het altijd opdelen. It looks fine. De Lake District gaan we ook vergroten natuurlijk. Tot hier. We nemen de water. Of de sewage nemen we ook mee. En dit doen we zo. Alright. I am pretty pleased. We hebben nog steeds meer industrie nodig. Er zijn ook maar iets van 3 nieuwe fabrieken bijgekomen. Alright, hier kunnen we allemaal industrie nu van maken. En we hebben ook meer commerce nodig. Dat is geen probleem, want dit was gereserveerd voor commerce. Eigenlijk had ik dit weggetje hier willen maken, maar dat doen we de volgende keer wel. Ik denk dat het... Ik bedoel, het is mooi voor de doden om langs het water te liggen, maar als we hier onze stad gaan maken, dan is het een beetje raar om de cemetery al een soort van middenpunt te hebben. Dus ik denk dat we dat even gaan aanpassen de volgende keer. En dan kunnen we hier nog een mooie uitbreiding maken van de stad aan het water. Quays. Wat zijn quays? Oh, dat zijn van die paden. Maar we kunnen wel een paar paden aanleggen. Hier bijvoorbeeld. Het is altijd een beetje raar hoe dit werkt. Sorry, sommige huizen moeten even destroyed worden om een mooi pand neer te leggen. Oké, ik vind het wel goed zo. Maar dit is een beetje hoe het naar de eerste aflevering uitziet. Ik kijk wel uit naar de rest van deze serie. Ik denk dat we best wel interessante dingen nog gaan doen. Natuurlijk, dit was een beetje het begin. Ik probeer ook weer te wennen aan het spel. Daarom ben ik misschien niet altijd even creatief. Of, maar ja, ik bedoel, dat komt vanzelf. Als ik gewend ben aan het spel, dan word ik vanzelf ook weer beter in.
Dus ja, ik kijk ernaar uit. Het stadje ziet er mooi uit tot nu toe. Erg rustig, peaceful. We hebben deze prachtige weg die naar precies niks leidt tot nu toe. Maar ja, het wordt natuurlijk ook interessant als we andere gebouwen neer kunnen zetten en bijvoorbeeld ook railroads kunnen gaan maken en dat soort dingen. Maar dat is voor de volgende keren. Voor nu bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.